Ietsje langer nodig hebben, ja. Genieten. En ja, nogmaals. Op die ene gigantische kans inderdaad na, die we zojuist ook... Jesus, komen zo langzamerhand, denk ik, wel Rio Heden. Saint-Maximin, dat is wel jammer, want dat is een leuke voetballer om naar te kijken. Ze blijven de boodschap gelukkig herhalen. We zijn begonnen op plek in de Champions League vorig jaar. Weer ergens in de middenmoot bijvoorbeeld. En voordat je het weet ben je zoals de tweevoudig landskampioen. Shelby met een overtreding. Typerende actie voor Mahrez en Dubravka. Cancelo. Foden. Kevin De Bruyne. En Dubravka. Die kan spelen bijvoorbeeld. Want als dat niet... En dan gaat het opeens weer bewegen. Via De Bruyne bij David Silva. Jesus. 1-0. Tiende minuut. Ook een opsteker voor hem. Klassieke Manchester City aanval, spelmoment, doelpunt. Hij wordt achterin, heen en weer, ze zoeken, totdat Cancelo het middenveld insteekt. En dan zie je de boel. Maar aan het einde 1-0 verloren. Fijne opening, Danny Rose. Ja, had Mahrez goed gezien daar. Mahrez is er langs in de 16 mijl. Hij gaf... van het weekend trouwens tegen Sam. Het geduld. Foden. Is er door. Foden. De Bruin is erbij. Maar Cancelo zelf. Opvolgen. Dat was de man die zelf opvolgde. Hier De Bruyne terugtrekken. Mahrez 2-0. 20 minuten gespeeld. Meer dan 80% balbezit. En 2-0 voor. Dat was het twee weken geleden na 90 minuten. Over dezelfde kant ontstaat de goal. Als waar de 1-0 ontstond. Goeie bal, De Bruyne. Rodri. De Bruyne. Jesus. Buitenspel. Van Aguero. Echt wel met een gelukje bij Richie. Stel voor de goal gaan geven. Nu heeft hij ruimte om een bal voor de goal te geven. Maar Zinchenko houdt hem wel. Richie nog een keer. Aan die kant. Foden, Jesus, Mahrez terug. Niet bij De Bruyne. Om je heen staan dan op de achterlijn. Silva. Mahrez. Mahrez kan het bij ons. Hij heeft ons veel gebracht. Richie weer met de vrijbal vandaan. En zocht Cancelo. Foden is er nu doorheen. Foden naast. Nam hem voor zijn favoriete linker. Mooi gedaan, Mahrez. Foden naar de buitenkant. Cancelo. Jesus. Otamendi.
Joe Linton. Kevin De Bruyne. Oh. Kevin De Bruyne. Dat is verschrikkelijk om zo te moeten spelen. Dan een vrije bal van Manchester City. Dat makkelijk op twee keer echt helemaal goed zal gaan. De stand na 47 minuten spelen. Het is... En dan denk ik op een gegeven moment ook van ja, het zal wel. En dat denk ik ook. Newcastle zet het in gang. Oeps. David Silva. Helft. Ga dan maar eens. En hij krijgt. Niemand gaat verder echt met De Bruyne mee. Nou, daar komt hij dan. Foden. Nee. Tweede grote kans van Phil Foden. Dubravka. Goeie bal van Walker. Phil Foden. In schuivende man David Silva. Cher, Rose. Manchester United, 9:15. Om 7:00 is. En De Bruyne gooit hem in één keer voor. Er is Bruyne geblokt. Zinchenko. Hij heeft dat nu een paar keer op dezelfde manier opgelost. Dat korte chipje met de rechtervoet tussen die twee door. Oh. Walker. Nou, Joe Linton. De Bruyne naar buiten. Krijgt hem mee. Foden. Jesus. Jesus voor zijn tweede van de avond. Met hulp dan. Van Ritchie. 3-0. Jesus was dreigend. Ritchie liep hem van de voet. En maakt de derde van de avond. Onbedoeld, maar niet onverwacht. Foden. Nou, laat hem vrolijk binnenlopen anders. Kies voor Lazaro. Lazaro en Joe Linton. Bots met Stones. Kevin De Bruyne. In één keer door met Sterling. Sterling. De Bruyne. En hij. Dus ook naar de kant. 2-1 gewonnen in Madrid. Gratis adviesje voor Kevin De Bruyne. Maar het wordt David Silva 4-0. Slim uitgevoerd. Alles en iedereen, inclusief ik, rekende op De Bruyne. En het werd heel sluw en slim en mooi. David Silva. Goeie goal. Totaal niet klaar, Dubravka. Hiervoor. Uur. Ik. Zijn oude club Bayern München bijvoorbeeld. De wedstrijd gaat in de kwart en de halve finale. Niet over twee. De Bruyne. Mahrez. Longstaff. Newcastle op 1 na gevangen in dat ene shot. De Bruyne, daar is hij. Nee, de redding van Dubravka. De tweede van David Silva. Doen. Een kwartier voor hem. Manquillo. Longstaff. 10 minuten. De Bruyne. Doyle. Doyle. Zet aan, maar laat Bentaleb dan gaan. En...
Van der Bruyne blijft gewoon staan. Bernardo Silva, Sterling is ernaast. Dit wordt de vijfde. 5-0. 91ste minuut. Sterling ook op het bord. Uitstekende wedstrijd. Ja, wedstrijd was het dus niet. Uitstekende prestatie van Manchester City. Tegen een lam lendelade. Already we're underway here. So Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Yeah, Ederson. He's got great technique, Peter. And for a goalkeeper, he's got the passing range of a...